Hallo wielerliefhebbers, we kijken naar de derde wedstrijd in het kader van de Swalbe Topcompetitie 2021. De HLB Van Dahl Eurode Omloop met start en finish in Kerkrade. Op papier misschien wel een van de zwaarste klassiekers die we kennen in Nederland. Ruim 1700 meter moet overwonnen worden en het is vandaag dus aan de klimmers om er een mooie koers van te maken in het Limburgse land. Het parcours is heel selectief. We zien al jaren dat de mensen die hier winnen ook uiteindelijk de overstap maken naar een profcontract. Dus dat is heel mooi. Dat komt vooral door het heuvelachtig gebied. We hebben een bergsprint op het Duivelsbos die voor flink wat opschudding zal zorgen. Maar daarnaast is er eigenlijk geen enkele meter vlak. Dus ze zullen aan de bak moeten vandaag. Op en af dus. En dat geldt ook voor de renner uit Maastricht, Niels Sinchek van het A-Blok Cycling Team. Hier vooraan op het podium tijdens de ploegenpresentatie. In het Limburgse land rijdt hij na lange tijd weer een thuiswedstrijd. Leuk dat ik eindelijk dit jaar weer een koers dicht bij huis kan rijden. Want ik heb tot nu toe voor elke wedstrijd minimaal 2 uur moeten rijden. En nu is het eindelijk binnen een half uur van mijn voordeur vandaan. Dus het is fijn dat ik eindelijk weer in Limburg kan koersen. En ik heb er ook heel veel zin in. Ja, ik hoop zelf een van de eerdere aanvallen mee te gaan. Dus dat ik eigenlijk voor de favoriete groep misschien kan zitten. Omdat ik misschien zelf iets minder explosief ben. Dus ik hoop gewoon dat ik dan ergens met een groepje al mee kan schuiven. Vroeg in de koers of ergens halverwege koers. Zodat je er al voor rijdt en dat ze dan naar jou toe moeten komen rijden. In plaats van dat jij moet achtervolgen. Dus zo heb ik het een beetje in gedachten. Afwachten hoe dat afloopt. Wat zeker is, is positief nieuws bij Alin Krus IJsselstreek Cycling Team. Een lang gekoesterde wens en de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd plan gaat vanaf het nieuwe seizoen in vervulling. De komende 3 jaar worden wij vanuit de club een nieuwe continentale wielerploeg. En de ploeg gaat Alin Continental Cycling Team heten. Dus vol trots kunnen we dat presenteren. 5 jaar geleden zijn we begonnen met een visie. En we willen dit jaar de beste club van Nederland zijn. En daar in die visie ook opgenomen dat we dan uiteindelijk de stap hoger kunnen maken. Ja, en dat is nu is dat gerealiseerd en vorige week de handtekening gezet voor 3 jaar. We gaan met 9 jongens uit de huidige ploeg gaan we de stap maken. Aangevuld met 7 jonge nieuwe renners. Dus we gaan met een ploeg van 16 man gaan we werken. En de ambitie is de komende 3 jaar uitgroeien tot de beste continentale wielerploeg die er is. Een continentale ploeg van naam is Metec Solawat. Deze formatie miste in de omloop van Valkenswaard vooral door valpartijen de slag. En is vandaag ongetwijfeld op zoek naar een beter gevoel met een betere uitslag. Wij hebben niet een uitgesproken winnaar, om het zo maar te zeggen, in deze groep. En ik denk dat dat voor veel andere ploegen ook wel geldt. Dus proberen om vanaf het begin van de wedstrijd zo actief mogelijk te koersen. Altijd mee te zijn, nergens achteraan te hoeven rijden. En als er dan sterke renners zijn, dan kunnen zij altijd nog die oversteek naar de eerste maken. Ik verwacht een wedstrijd waarin het al snel uit elkaar zal vallen. Het kaf van het koren gescheiden zal worden en erin zal in verschillende groepen gestreden worden om toch vooraan in de wedstrijd te blijven. Dus een heel open wedstrijd waar we druk krijgen om alles in goede banen te leiden. Hier zien we Bart Lemme, vorige week 4e in de omloop van Valkenswaard. En daarmee de beste clubrenner op dit moment in de Swalbe Topcompetitie. En dan rond de klok van 1 uur worden ruim 130 renners in gang geschoten. Voor een wedstrijd over ruim 150 kilometer dus. 15 rondjes van ruim 10 kilometer. Met de Brugmolenweg en de Duivelsbos als belangrijkste scherprechters. En hier de man in het rood-wit-blauw, Robin Leuwik, de regerend Nederlands kampioen bij de elite zonder contract. Nog alle tijd om te zwaaien naar het publiek, naar zijn fans die zitten te kijken. En dan wordt de koers langzaam vrijgegeven, afwachtend op de dingen die gaan komen. Maar dan moet je wel op de fiets blijven. En gelukkig zijn we nog aan het begin van deze wedstrijd. Campo Smits van Team Sportforum kijkt even naar zijn elleboog. Maar zonder erg kan hij verder. En zo komt een compleet peloton door voor de eerste keer op start-finish na ruim 10 kilometer wedstrijd. En dan gaan we naar de eerste vluchten van de dag. De man met nummer 13 van Metec Solawat, Thijs de Lange.
Eigenlijk klimmen van beroep, geen veelwinnaar, maar weet regelmatig in bergklassementen vooraan te eindigen. En hier rijdt hij op het Duivelsbos en in de achtergrond nog de eerste achtervolgers. Maar de lange, hij heeft er zin in. 1,75 lang, 58 kilo zwaar. Kortom, de ideale cijfers voor een goede klimmer. De lange krijgt dan aansluiting van een aantal achtervolgers. Onder andere ploeggenoot Dylan Bouwmans komt zich melden. Wessel Krul van Zeg Racing Academy. De Nederlands kampioen Robin Leuwik. En dan in de verte, wie is dat dan nog? Dat is Bart Lemmen. De man van West-Frisia. In die mooie blauwe Amisoft trui. Hij weet ook nog aan te sluiten. En zo krijgen we een leuk groepje vooraan. En dan denkt Meindert Beuling van het A-Blok Cycling Team. Ik wil er ook nog bij zijn. Hij poeft in één keer vanuit het peloton naar voren. En dan krijgen we misschien een kopgroep die op pad is voor een groot deel van deze wedstrijd. Of toch niet? Nou, de groep wordt in ieder geval alweer groter. En daarachter zien we de contouren van het peloton. Deze groep krijgt derhalve nog geen vrijgeleide. En in het peloton zit nog te veel aanvalskracht, zit nog te veel power om te zeggen, gaan jullie er maar vandoor. Het tempo ligt hoog. Hier schiet Bart Lemmen weer door het beeld. En achterop het circuit vallen de gaten in het peloton om aan te geven dat het ook in die beginfase al lastig is voor een hele hoop renners om te volgen. En als vooraan de lamp brandt, dan is het achteraan natuurlijk extra zwaar om terug te komen. En die lamp die brandt bij, we hebben hem al gezien, Thijs de Lange. Met in zijn wiel Bart Lemmen. De Lange is op jacht naar de bergpunten op het Duivelsbos. Hij heeft één plan, lijkt het vandaag, op jacht naar die bolletjestrui. Die wil hij in ieder geval aan het eind van de dag in bezit hebben. En dan, na zo'n 20 kilometer wedstrijd. Een belangrijk moment. Er komen drie renners samen. Vooraan Thijs de Lange van Metec Solawatt. Daarachter Bart Lemmen van West-Frisia. Gevolgd door Robin Leuwik, de man in het rood-wit-blauw van Arlen Kruis IJsselstreek Cycling Team. En de drie gaan perfect samenwerken en bouwen snel een voorsprong van meer dan een minuut op. Op een gegeven moment is het 1 minuut en 40 seconden. En weten we dat we met deze drie koprenners voorlopig wel kleur gaan geven aan deze HLB Van Dahl Rode Omloop. Leuwik vooraan houdt van zware wedstrijden. En werd in juli nog derde in de Zuiderzeeronde. En over ronde gesproken, de drie hebben er weer een rondje op zitten en zijn weer op het Duivelsbos. Een hele pittige klim met pieken tot 18%. En als dat iedere 10 kilometer voorbij komt, dan bouwt zich dat wel op en tekent dat de zwaarte van de wedstrijd. De bergpunten weer voor de Lange. En hier zien we het peloton met voornamelijk renners van Zeg Racing Academy die het tempo bepalen. En zo hebben we toch nog een behoorlijk groot peloton dat hier min of meer gegroepeerd het Duivelsbos oprijdt. Terug naar voren. Leuwik geeft een elleboogje aan de Lange van neem even over. De man uit Friezenveen, Leuwik, won recent ook nog criteriums in Oldenzaal en Ermelo. Kortom, hij weet wat winnen is. En dan zien we Welkom in Kerkrade. Mooi gemaakt, maar daar hebben de renners absoluut geen oog voor. Zij zijn op weg. Nog niet naar de kopgroep, want die voorsprong die blijft zo rond de anderhalve minuut stabiliseren. Dan moet Lemmen hier even het gaatje laten op het Duivelsbos. Maar hij kan later weer aansluiten en zo blijven de drie gebroedelijk bij elkaar. Leuwik, in coronatijd ondernemer geworden, richtte twee bedrijfjes op waarvan er eentje nog bestaat. Kortom, iemand die wel van initiatief houdt. En Lemmen werd recent nog voor de derde keer op rij Nederlands kampioen bij de militairen. En heeft absoluut goede benen.
En die heeft hij al een tijdje, want eind augustus werd hij bij het wereldkampioenschap militairen in Frankrijk ook wereldkampioen tijdrijden. Het peloton schiet langzaam in gang, maar de voorsprong blijft voorlopig intact. De Lange, analist van beroep, won eerder dit seizoen al het bergklassement in de solidariteitsronde in Polen. En beschikt over klimmend vermogen. Dan krijgen we twee achtervolgers. Sean Flynn van Zeg Racing Academy. En het nummer 161, Kate Bickmore van de Amerikaanse selectie onder 23. Die ook deze wedstrijd aangrijpen. Waarschijnlijk ter voorbereiding op het wereldkampioenschap voor beloften in Leuven later deze maand. Terug naar voren. Leuwik, De Lange en Lemmen. Geen idee wat ze onderweg allemaal besproken hebben. Maar ze hebben er tijd voldoende voor gekregen. Want kilometers na kilometers reden de drie voorop in deze HLB van Daal Eurode omloop. Hier de twee achtervolgers. Maar echt dichterbij komen ze niet. Maar deze actie zorgt wel voor reactie in het peloton. De twee achtervolgers krijgen een aantal renners op visite. En zo krijgen we een grotere groep achtervolgers met in laatste positie Arne Peters van het All-in Crush Cycling Team. En gaan deze acht dan op weg naar voren?